La Cage aux Folles, de musical, gaat eigenlijk over het koppel Albin en George, gespeeld door Johnny Voners en Koen Krukke. En die baten een nachtclub uit in Saint-Tropez. Het is een club en er is één grote vedette. Dat is Zaza. Ik ben wat ik ben. Ik ben mezelf, wat een creatie. Sta op. Toen de Stanley Krets mij belde om 9 uur 's morgens, dacht ik van halleluja. Eindelijk mag ik het een keer spelen. Ik kan alleen maar besluiten, niemand anders had de rol zo kunnen spelen als Koen. Ik ben helemaal gerustgesteld voor de repetitieperiode nu. Ik ben wie ik ben. Koen Krukke is de perfecte Zaza, omdat ik gewoon denk dat er in Vlaanderen niemand anders is die dat zo goed bij die rol past dan hij. Hij heeft de flair die het nodig heeft. En hij heeft de techniek die het nodig heeft. Ik wil dat perfect is en daarom denk ik dat ik bij Johnny de gepaste persoon ook gevonden heb, die zo ook ingesteld is. In de musical ben ik uw manager eigenlijk. Hè? Manager, vent, ja. Slets van alles. Slets. Slets. De belangrijkste boodschap van La Cage aux Folles is: wees gewoon wie je bent en respect hebben voor iedereen. Het gaat over mensen en wat hun beroepskeuze is, heeft niets te maken met wie ze zijn. Het verhaal is eigenlijk heel mooi. Heel veel glitter, pluimen. En gokken alle. Ella. Voilà.